Ik ben Sarah Blom. Momenteel ben ik freelancer binnen Koffer en Blik Media Producties. Dat is een collectief van allemaal studenten van visuele antropologie, wat we zelf hebben opgericht. Ik heb mijn bachelor afgerond in Amsterdam, maar voor mijn master ben ik echt naar Leiden gegaan, omdat Leiden was de eerste die echt een master aanbiedt op dit gebied. Wat ik in Leiden heel goed vond en aan de master, maar ook gewoon aan de universiteit zelf, is de hele persoonlijke aanpak. Ja, er was gewoon veel ruimte om mijn plan echt goed te ontwikkelen en te zoeken naar de balans tussen mijn scriptie en de film. Ik ben heel erg geïnteresseerd in stedelijke antropologie en dan ook bijvoorbeeld heel erg in Nederland. Van oudsher is het natuurlijk dat je snel naar het buitenland gaat, maar ik vind juist in Nederland ook heel veel interessante onderwerpen liggen. En mijn onderzoek ging ook over anti-kraak, met name in Amsterdam. Het voordeel van een documentaire is dat je echt even over de schouder van mensen kunt meekijken. Dat je mensen hun verhaal kunt laten vertellen. Dan komt er ook emotie bij. Je kunt laten zien hoe mensen iets ervaren. En dat kun je in tekst veel moeilijker. Dat is moeilijker te beschrijven. Terwijl je in tekst weer bepaalde onderdelen heel erg kunt abstraheren. Je kunt heel erg ingaan op het juridische aspect, in mijn geval. En dat wordt in film weer, dat kun je bijna niet visualiseren. Je kunt het wel mensen op film laten vertellen, maar je kunt mensen juist ook in film iets laten meemaken. En samen heb je dan echt een heel mooi en compleet beeld van een bepaald onderwerp. Ja, een film leren maken heeft ook een hele praktische component. Ik vind wel dat je dan als antropologie student onderscheidt, dat je ook iets praktisch leert en dat je je onderzoek combineert met iets wat voor heel veel mensen toegankelijk is. Want een wetenschappelijk stuk is voor heel veel mensen niet toegankelijk, maar een film, dat leren we allemaal kijken. Dus dat, ja, je kunt een breder publiek bereiken met je onderzoek. Op 15 oktober 2011 gingen wereldwijd tienduizenden mensen de straat op. De eerste film sinds mijn afstuderen is onlangs voltooid. Die gaat over het 7 weken durende protest op het Beursplein naar aanleiding van Occupy. Pas op, tentenbouwers. En deze tent waar we nou onder staan, dat is ook gegeven door iemand, door een bedrijf. Hij is vertoond op het Beeld voor Beeld Festival, een antropologisch festival is dat, maar ook in Utrecht, een Nederlands filmfestival. En hij zit nu in de database van Docs for Sale bij ITVA. En dat is een manier om ook in de distributie verder te helpen. Vaak worden documentaires gemaakt vanuit een bepaald idee vooraf. Een maker die zegt, ik wil dit belichten, ik wil die boodschap overbrengen. En dat is, daar zit al een bepaalde constructie in en het is vaak wat conceptueler. En de kracht van antropologie, en dat zit ook in het onderwerp in mijn laatste film, is dat je ergens onderdeel van wordt. En ik ben er wel meteen gaan draaien. Ik wilde wel duidelijk maken van, ik ben hier als filmer. Vanaf morgen. Hebben we een droge, heldere ruimte. Maar ik ben wel meegegaan. Dus ik heb die 7 weken heel veel tijd doorgebracht. En dat is natuurlijk een onderdeel van antropologie, de participerende observatie. En dat heb ik gedaan met mijn camera. En daardoor, ja, werd ik op een gegeven moment ook gewoon geaccepteerd. Dat was gewoon wat ik daar deed. Dus je kunt echt iets in beeld brengen van binnenuit, zonder dat je per se denkt van tevoren, ik wil dat overbrengen. Want je weet ook niet altijd wat er gebeurt binnen zo'n proces. Dus ik heb het proces vastgelegd. En daar kun je nu als kijker heel even onderdeel van worden.